Charleroi. Industrieel. Vervallen. Mysterieus. En immens groot. Welkom bij Contrast. Met meer dan 200.000 inwoners is Charleroi een van de grootste steden die ons buurland België te bieden heeft. Maar het is zeker niet de mooiste. Sommigen noemen Charleroi het lelijke eendje van Europa. En als je er rondloopt, dan snap je ook direct waarom. Maar of de stad nou wel of niet een schoonheidsprijs verdient, we zijn hier vandaag natuurlijk niet zomaar. Vandaag hebben we Joost meegenomen. Beetje jammer van die zonnebril, maar hier is hij dan. Onze versterking voor vandaag. De bouw van de Charleroi-metrolijn stond gepland voor de jaren 60 en zou maar liefst 52 kilometer lang worden. Het zou voor de bewoners van de stad dus veel makkelijker zijn om door de stad te bewegen. Dat waren de plannen, maar in de praktijk liep het toch wat anders. Welkom bij een plek die nooit echt van de grond kwam. Een plek waar veel is geïnvesteerd, maar waar de inwoners nooit echt profijt van hadden. Welkom bij een van de verlaten metrostations van het Belgische Charleroi. De bouwwerkzaamheden van de aangesloten stations werden gestaakt en een volwaardig metronetwerk in de stad bleef uit. De financiële stekker werd uit het stopcontact gehaald door de Wallonische regering als gevolg van barre economische omstandigheden en te hoge kosten. Het is toch wel een station wat waarschijnlijk het meest onaf is vandaag. Dat zie je ook. Valt wel op, ja. Er ligt eigenlijk niet veel boven een stuk beton. Ja. En het begin is gemaakt, maar de rest staat er nog niet. Nou, we zijn nu bij station Santinaire. Heel veel graffiti, net als eigenlijk volgens mij alle stations die we vandaag nog gaan zien. En zometeen, als het goed is, als we hier daar op de hoek om zijn, gaan we de eerste rails zien. Weet je, ik ben benieuwd. Ja, het ligt er een beetje van allebei. Overal zien we gras, bomen, alles is volgroeid. Geen ruimte voor metro's in ieder geval op dit moment. Nou, we zijn net op zoek geweest. We hebben gekeken waar dan nog de resten zijn van dit laatste, ja, van dit station. En eigenlijk hebben we niks gevonden. We zijn net ook helemaal daarheen gelopen. Maar daar kwamen we uiteindelijk op een weg uit, dus nee, er is niks hier. Door naar de volgende. We zijn inmiddels bij het derde station van vandaag, station Pont C. En ik heb hier al dingen gezien die ik bij de andere stations niet heb gezien. Nee, het valt wel op dat hier wat meer staat, wat meer lijkt op een station. Het lijkt veel meer op een station. Ik heb bijvoorbeeld al een blauwe M gespot, weet je wel. Ja. Ik heb daar zelfs al, echt tot mijn verbazing, rails gezien. Dus het belooft iets worden. Je ziet ook wel echt constant als we bij een nieuw station zijn dat er iets wordt toegevoegd en dat het meer een station is. Ja, dichter bij het centrum, hoe meer af eigenlijk. Ja, precies. Laten we eens even gaan kijken of we er overheen kunnen wandelen. Nou, hier lopen we dan in de tunnel. Tja, daar lopen we inderdaad. Maar dit keer hangt er iets meer spanning in de lucht. Het gebied waar we nu lopen is namelijk afgesloten en eigenlijk verboden terrein. Betrapt worden kan daarom ook resulteren in problemen. Dit is vet hoor. Het is best wel hoog ook. Nou, je kunt wel zien dat het hier echt al heel erg lang verlaten is. Maar alles staat er wel. zo klaar om gebruik te maken. Houten dak ook. Het verbaast me echt hoe mooi het nog is gebleven. Ja, het is echt goed intact gebleven. Dat is echt wel een dingetje, ja. Overal zijn ook echt tekeningen te vinden. Hier heb je weer tekeningen. De wangen heb je tekeningen. De wanden. Waar zie je de vleermuizen? Zie je daar eentje vliegen? Daar vliegt er een. Daar. Zie je? Oh, fucking smerig. Hier wordt gewoon COVID gewoon gebroed. Kunnen we ze eten? Nee. Daar is het dus juist misgegaan in China. Net die deur die we net probeerden open te maken. Ja. Iemand probeert het. Zo onbewust als we toen waren, realiseerden we ons toen niet dat er aan de andere kant van de drempel wel eens een bewaker op de loer zou kunnen liggen. Wanneer we het station verlaten en de hoek omkomen, wordt het toch even spannend voor ons. Dan lopen we nu weg. Achter ons politie. Ik weet nog niet wat het gaat betekenen, maar we lopen straal door naar voren. Na 30 minuten omgelopen te hebben met nog altijd voelbare spanning, komen we aan bij het volgende metrostation. Maar wanneer we het terrein willen betreden, komen we alsnog oog in oog met de spoorwegbewakers. Met een beetje een angstig gevoel gaan wij het op ene laatste station van vandaag binnen proberen te komen. Politie. Serieus. Weg. Die kant op. Die kant, want ik kan ze niet meer zien. Sorry? Yeah, make us a shot from outside. Nou, we hebben net geprobeerd hier binnen te komen, maar de politie hield ons tegen, stelde ons de vraag wat we aan het doen waren. En gelukkig komen we er zonder bekeuringen, kleerscheuren en zo vanaf. Maar we kunnen je helaas dus niet een rondleiding geven binnen. Best wel jammer. Wanneer we op het punt staan de locatie te verlaten, worden we plotseling aangesproken door een excentrieke bewoner van het gebied. Zijn naam, Enrico. Enrico lijkt ons duidelijk te willen maken dat de spoorwegpolitie op de uitkijk staat en adviseert ons om de camera's weg te stoppen. Vervolgens neemt hij ons mee en behoedt hij ons voor problemen. Ja. Is dat busje? Ja, de politie staat daar gewoon te wachten. Eigenlijk wilde hij ons behoeden voor een boete. En waarschijnlijk, gaan we achteraf komen, heeft hij ons sowieso heel veel informatie gegeven over de plek. Nou, geen informatie over de plek, maar wel over de persoon Enrico. Het schijnt dat hij toeristen zoals wij wegwijs maakt in het urbantische Charleroi. We staan hier nu bij het laatste station, station Neuville. We hadden net al een beetje spanning en zoals je weet, de politie net echt even gesproken en gezien. Dus dat willen we niet nog een keer. We gaan het alleen van de buitenkant laten zien aan je. Net om het gebouw gekeken en het gaat helaas echt niet mogelijk worden om binnen te komen. De politie staat al op scherp. De enige manier als we binnen zouden willen komen is om iets te forceren, maar dat gaan we niet doen. We willen natuurlijk geen boetes vandaag riskeren en we willen zeker niet in de gevangenis belanden hier. Ik weet niet eens of dat mogelijk is, maar helaas, het stopt hier vandaag. Yeah. I told my squad we gonna make it out. One way or the other. Charleroi. De lelijkste stad van Europa. Een stad die na haar economische bloei veranderde in een urbantische nachtmerrie. Het vervallen metronetwerk is tekenend voor het beeld van deze stad. Maar er is nog zoveel meer. All these rappers peep my game, I ain't talking Twitch. Man, I'm trying to get rich, I'm trying to make my wrist master plaques. I started from the bottom, I ain't going back. Told all the dogs, we gon' make it out. I would never fall, you can't take me out. I'm popping like a zig, I'm breaking out. And I am hella lit, you want a couch. We zijn alweer bij het einde gekomen van deze video van Contrast. En hopelijk vond jij het leuk. Als dat zo is, abonneer je op ons kanaal, geef een like op onze video. En graag tot de volgende keer.